Good morning, afternoon, and for some of you, good evening. I'm sorry about the bad connection, but these things happen and we'll just try again. Anyway, welcome to the contribution of the Netherlands for the INCG news desk today. The topic I would like to talk about will be experiential peer support within a judicial domain. My name is Lieke Veldhuizen and I'm a 22-year-old student living in the Netherlands. I'm currently graduating from Utrecht University of Applied Sciences on a bachelor program in social work. I've specialized in mental health care as well as in forensic psychology. Recently, the interest in the use of experiential peer support within the judicial domain has increased. This could contribute to sustainable reintegration. However, little is known about how this approach is perceived in practice. I would like to map out these experiences and attitudes. By doing so, I aim to give a voice to the people who are actually involved by this approach in practice. Today, I would like to give a brief explanation about the topic itself. After the introduction, I would like to show the research that's already been done in the Netherlands concerning the subject. A brief 10-minute presentation by this researcher, Margriet Lenkens, will follow. She has conducted research into the subject and she will discuss these in her presentation. In preparation for this contribution, I spoke to a lot of people involved in this approach. I will present some of the conversations I had in this news desk. In the end, I will talk about the prospects of the topic regarding the near future. Experiential peer support in forensic mental health care. If I've done it, so can you. Meet Axel, 34 years old and client. Axel is known to the judiciary and has had a troubled childhood. Because he is damaged as a person, Axel suffers from psychological problems. After several years in prison, he is now in a forensic department. Axel lost himself and tries to get a grip on his life again with therapists. Where is he now and where will he be in the future? The therapist tries to support him in the best possible way, but Axel's needs go further than that. It's all well and good, but you all haven't really been through what I've been through. I would like to know from someone who has really been through it all how it will progress. Meet George. He has been working as a practitioner in a forensic department for 20 years. George got to know Axel when he just entered the department. At first, it was difficult for him to get through to Axel, and Axel's treatment motivation was very low. I noticed that Axel has a need to discuss, share and exchange his experiences with others. I can only approach it from a treatment perspective, but a shared experience can do a lot for Axel, I think. Meet Orlando, 47 years old and experiential peer. For Orlando, nothing is too crazy. He has seen or experienced it all. Now Orlando has a nice wife and house, but it has been different sometimes. He lived from day to day on the street for years. After several detentions, he ended up in a forensic department. Once he has finished his treatment, he has decided to commit to helping others with his personal experiences with recovery. Getting a place in society, making better use of skills, getting the meaning of life, contributing to its own recovery process, and contributing to restoration-oriented care, makes a decision for Orlando to start studying how to be an experiential peer. Since then, he has been helping clients. That's how he got to know Axel. At one point, George said, "I will not cut any further with the treatment. Axel no longer wants to cooperate." Then I said, "Wait a minute, that's not much not wanting to, but he has spent months or sometimes years in prison. There he had to keep quiet and everybody left him alone. Now suddenly you appear and you are asking a lot from him. He doesn't like that. It's not that he doesn't want treatment, but Axel has to get used to it and he also has to gain some trust. To him you're just an outsider. You didn't experience what he went through. I can connect with him and start a conversation. After all, I am living proof that you can turn the tide yourself. If I have done it, so can you." During his training at work as an experiential peer, Orlando has learned that recognition is of great importance. After all,
That's also the reason why he started working as an experiential peer. He can be a positive role model for Axel, teach him coping skills and offer him perspective and hope. Orlando becomes involved into Axel's treatment. Back to Axel. What has his conversation with Orlando brought him? Hey, finally someone who knows what it's like. Orlando is doing well in life. He got out even though he went through the same as I did. Orlando understands me because he has experienced it himself. He didn't talk to me, but he held up a mirror to me. This was hard sometimes, but after a while I understood that this was necessary for my recovery. I was able to open up better in my conversations with Josh. Orlando made me realize that George really wanted to help me and was not there to get to me. For some things I could go to George, but other things I prefer to discuss with Orlando. I'm doing a lot better now. I dare to think about the future again, and I might even follow the same study as Orlando did. He succeeded, which gives me hope again. But for now, I'm going to work on my own recovery first. Back to George. What is his view on Orlando's involvement? In the beginning, I had my skepticism. Will he take my seat? He has a completely different education than I. Will it harm the treatment and will it even work? But Axel was eager to try, and I felt I was failing him if I didn't go along with it. Orlando made me realize that I was wrong. Our perspective turned out to complement each other well. I am convinced that Axel will reap the benefits of this. His motivation has become much greater, and he now even speaks in terms of later and future. He sees in Orlando that it can work, because if I have done it, so can you. How did they succeed? First of all, the organization supported the choice of to use experiential peer support. Financial resources were available, as well as for Orlando's training as for the formation space. Orlando had a recognized role and with a clear job title. He was a full team member and not an austerity measure. He was involved in the department's policy on the use of experiential peer support. George recognized that Orlando could play a crucial role in raising awareness about the damage that Axel has inflicted and the consequences this had for the victims and himself, which is actually the reasons why an experiential peer in forensic mental health care must also have a forensic background himself. Often there is damage, grief, loss, and over time also guilt towards victims, which means that recovery is not only necessary regarding the psychiatric problems, but also regarding to the detention itself. People were alert to prejudice and the double stigma was taken into account, as well of the psychiatric background as of the crime. And now you might think, I want this within my organization, but how? Quality of Forensic Care, KFZ, has written a guide for this. You can find this on the website. I hope the animated movie gave a clear idea of what experiential peer support means. But I would like to give the exact definition of it. And it's the ability to support someone else's recovery process based on the EP, experiential peer, own recovery experiences. The EP had gained experiential knowledge through reflection on their own experiences and experiences of participants, supplemented with knowledge from other sources. Initially, experiential peers were mainly deployed within the mainstream mental health care, also known as GGZ in Dutch. This application originated from the 90s of the last century as an answer to the criticism that arose on the then current way of providing care. In response to the criticism, a restorative orientation was brought to light by the mental health care client movement. The orientation would be better suited to a person's living environment. In a restorative orientation, people are looking for a way to give a meaning to their personal experiences. They focus preferably on possibility, where it was previously focused on obstacles. Later on, the EPs were also implemented into the broad social domain. For example, in welfare organizations, social community teams, but nowadays they are also being implemented within the judicial domain. Also in the judicial domain, the interest in the implementation is increasing. Within this domain, there is an extra focus linked to the concepts of the EPS. By this, I mean that EPs need to have knowledge and experience with the forensic aspects of the people they support.
One of the people I spoke with compared forensic EPs with playing in a Champions League. What he meant by this is that not everybody is suitable for this function, only a few are chosen to implement this role. To be able to get a clear idea of the research that is already out there, I would like to show a short presentation by Margriet Lenkens, a Dutch researcher who will tell you more about this in her presentation. Good afternoon, my name is Margriet Lenkens and I'm a researcher from the Netherlands. I work for Ivo Research Institute and the past 5 years I've been working on my PhD in collaboration with the Erasmus Medical Center in Rotterdam. First, a bit of background. I became interested in this subject when I spoke to several at-risk youths who indicated that they did not want any help or support unless if it came from someone similar to them. And the idea behind such support is the principle of homophily, or the idea that people are more likely to connect to people similar to themselves. These similarities can refer to shared experiences, such as coping with certain problems, having lived through treatment, and the social consequences of a condition or treatment, such as stigma. In addition, in the delivery of support, it can help if someone has been through a similar transition, such as that from offender to ex-offender. Support by experiential peers or peer mentors has been increasing in mental health care, but also in criminal justice. However, a clear empirical basis for its effectiveness is lacking, and it is also unknown what mechanisms are crucial in such support. For this reason, I wanted to investigate outcomes, mechanisms, and important contextual factors of support by and for individuals with criminal behavior. I developed an initial program theory based on interviews with several experts and on theories from the field of psychology, and I conducted two studies to test this initial program theory. I conducted a systematic realist literature review for which I included 25 scientific papers that investigated experiential peer support for individuals with criminal behavior. In this realist review, we selected and evaluated these papers and analyzed their results regarding mechanisms, outcomes, and contextual factors. In addition, I conducted a study in which I interviewed 17 experiential peers who provide support to young people with criminal behavior. I mainly asked them about their relationship with clients and about specific mechanisms that may play a role. Regarding the mechanisms, we found that experiential peers and clients have shared experiences, leading to a process of mutual identification. In addition, EPs have personal knowledge of what worked for them, and they take this with them in their approach towards clients. First, experiential peers from our interviews identify with their clients, leading them to believe that they can understand how clients feel and that they're better able to empathize with them since they have similar experiences. In addition to experiences of criminal behavior and criminal justice involvement, EPs are also familiar with the judgment and the stigma associated with these experiences, which seem to influence their perception of clients. In our review, several studies indicated that clients tend to feel comfortable with EPs and understood by EPs, who feel they have a more profound understanding of clients' struggles. In addition, both clients and EPs considered EPs to have a non-judgmental approach, which creates space to share experiences and thoughts that are not easily discussed with other professionals. In addition to identification of experiential peers with clients, the EPs we interviewed feel that their clients also identify with them and see them as one of their own. EPs felt they are seen as role models by the clients they support. An important aspect to this position is that the EP's background gives legitimacy to what he or she says. Witnessing that someone with a troubled past can achieve things can stimulate hope and a belief within clients that they too can accomplish something in life. This position as a role model may make clients more likely to cooperate or willing to learn from the EP. In the review, a few studies indicated that EPs consider themselves
role models who share experiences to enable clients to learn from their mistakes, but also to set an example of how to re-enter the community successfully. Clients in several studies shared this perception of EPs as role models. In addition to the mutual identification that takes place, EPs' lived experiences also contribute to their approach towards clients. We found the additional mechanism of a recovery perspective on desistance in both the interviews as well as our review. Based on their own experiences of desistance as a non-linear and complex process, EPs may have a more realistic understanding of desistance from crime and the difficulty of pursuing a normative lifestyle. They indicated that the process of desistance takes time and that making mistakes is sometimes necessary for growth. Desistance is therefore conceptualized as a complex, nonlinear process, and criminal behavior is not seen as a demarcated problem that can be easily fixed by an external actor. Instead, the individual is considered as a whole person who is the owner of their own life and who has agency over what happens. Lastly, experiential peers' experiences seem to contribute largely to the type of relationship they strive for with their clients, characterized by sincerity, equality, reciprocity, and trust. First, EPs in our qualitative study demonstrated a sincere drive to help these young people, which seems largely related to their own experiences with the formal care system. They go beyond what is expected of them, try to arrange things quickly for their clients, and are often available outside working hours. Secondly, EPs emphasized the quality between them and their clients, sometimes expressed as being seen as one of them. A third aspect of the relationship related to equality is reciprocity, which means that EPs also open up about themselves instead of only asking this from the client. The fourth element of the relationship that is highly valued by EPs is mutual trust. According to EPs, clients seem to trust them more than other care providers. Clients share information with them that they will not share with others. In the literature review, trust is also often mentioned as an essential component of the relationship. EPs indicate that it is essential to gain clients' trust to support them and feel like clients generally trust them. We found some indications for the outcomes: ACT assistance, positive personal development, an improvement in mental health, and positive changes in personal circumstances, such as having a job, having a house, etc. But the study designs do not allow us to draw the conclusion that these effects are due to the support provided by EPs, and study results were not consistent. We also looked at whether contextual factors may play a role in whether support by experiential peers is effective or helpful. Although many studies describe that these peers receive training varying from a few days to several weeks, we did not find differences in the results of these studies. We also looked at differences between settings, for instance, support provided in prison versus support provided in the community, but we cannot conclude from our data that the effects are different. Our studies provide some insight into important mechanisms in the relationship between experiential peers and clients. Some important points need to be taken into account and can help guide future research into the subject. Although presented as separate themes, the mechanisms we found seem strongly related and appear to interact. Identifying with clients, for instance, not only increases empathy, but also stimulates a humane approach with an emphasis on strengths, as EPs also remember how they were treated as clients. In addition, not only does the recovery view on desistance make EPs less likely to overreact to slip-ups, this is also influenced by the fact that they aim to build and maintain a trusting relationship with their client. In addition, several proposed mechanisms may also be considered important outcomes, such as increased hope and feeling understood and accepted. From a security perspective, non-recidivism is a primary goal of support for individuals involved in offending. However, from a care perspective, transformations in areas such as hope and self-esteem are in itself important to clients' quality of life.
Third, we did not find studies that measure long-term effects of experiential peer support. As described in several studies, desistance is a complex and nonlinear process for which the individual needs to be ready. In our qualitative study, EPs indicated that they aim to plant a seed in the client's mind, but that it can take up to years before someone is able to internalize earlier lessons learned. Studies that only measure short-term effects thus potentially miss positive effects of experiential peer support that take longer to develop. Fourth, it is in general difficult to evaluate experiential peer support. Although the majority of qualitative studies included in our review provided us with a richness of data and insights, the quantitative studies were not able to contribute significantly to the program theory. This suggests that experiential peer support is too complex to be evaluated through conventional methods such as RCTs. Experiential peer support should not be understood as a specific event or a demarcated intervention, but rather conceptualized as a complex system. Although our realist review is focused on outcomes for recipients of experiential peer support, it is important to note that experiential peers may also benefit from their role as EP. It gives them a purpose and an opportunity to contribute to society, contributes to their financial independence, increases their self-esteem and communication skills and other skills, and contributes to their empowerment and recovery. Finally, the EPs we spoke to indicated that they feel regular care providers without lived experiences of criminal behavior or involvement in the criminal justice system could also self-disclose more of their personality and experiences in order to establish a stronger connection to clients. It would be interesting to further investigate this idea. I would like to thank you for the opportunity to present the results of my research, and if you have any questions, please do not hesitate to contact me. Thank you. Now that we've covered the theoretical part of the approach, I would like to share some experiences of those who are involved with this approach in practice. First of all, I want you to meet John Remmers. The first person I spoke with was John Remmers. John is an experiential peer at Nova Dietsch Kentron. He started a project called De Reden, which is Dutch for the reason. And in this pilot, experiential peers work together with probation officers to support those involved in the addiction program of probation. Yeah, my name is John Remmers. I'm 48 jaar, vader van drie jongens en drie kleindochters en een zoon. Ik ben op mijn 11e ben ik eigenlijk al verslaafd geraakt aan het roken. Ook wel omdat het heel normaal was in die tijd. Maar op mijn 13e maakte ik al gauw de overstap naar softdrugsmiddelen. Op mijn 15e had ik mijn eerste harddrugsmiddelen al gehad. In die periode ben ik eigenlijk ook gestart met criminaliteit om het te bekostigen. Het gaf mij een gevoel in ieder geval van macht, status en vrijheid en gehoord en gezien worden. Eigenlijk wou ik gewoon gelukkig zijn. En ik dacht dat dat in materialisme zat. Dat kwam ook wel een beetje door mijn opvoeding. Ja. Op mijn 36e, na 23 jaar criminaliteit en mishandeling van mijn eigen lichaam met drugs en alcohol, was ik eigenlijk alles wel kwijt wat mij lief was. En zag dat ik dat geluk eigenlijk niet in status, geld of macht of materialisme zat. Mm-hmm. Ik moest een nieuw leven opbouwen met een heel nieuw gedrag. Dus ook waar dan wel de kenmerken voor geluk in lagen. In de hulpverlening was dat ontzettend moeilijk. Ik kon eigenlijk alleen maar aangeven wat er aan de bovenkant van mijn leven speelde. Waardoor onderliggende problematiek, zoals mijn referentiekader, overtuigingen, copingstrategieën, beeld over mezelf, mijn zelfbeeld en mijn belevingswereld op de achtergrond bleven. Tijdens mijn laatste opname in 2009 liep er eigenlijk een ervaringswerker rond in de kliniek. En die zei, wat ga je met je leven doen? Ja, ik had daar nog nooit eigenlijk over nagedacht. Ik dacht alleen, clean zijn, dat is al een hele opgave. Maar wat ik dan met mijn toekomst zou willen, ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik ben een keer met hem meegegaan naar scholen toe. Hij gaf voorlichtingen. Ben ik er nog?
Ja, en gaf voorlichtingen. En ja, daarin zag ik eigenlijk wat hij met zijn eigen verhaal aan het bereiken was. Ja. Dus ja, dat was voor mij, dat was voor mij wel een eye-opener. Ik dacht, dat doe ik ook wel even. En 2 dagen later stond ik voor de klas mijn verhaal te vertellen. Maar dat was toch nog niet zo makkelijk als dat het leek. En ook het in kaart hebben van jouw herstel en wat dat nou eigenlijk betekent. En wat nou eigenlijk kan helpen voor jouw doelgroep waar je het op dat moment tegen vertelt. Ja, dat is een hele leerweg. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het volgen van cursussen. Ik heb toen ook een training gehad. En daarin liep ik steeds meer tegen dingen aan van mezelf. Dus mijn onderliggende problematiek, ja, die kwam daardoor heel goed naar boven. En dat leverde het ervaringswerk mij eigenlijk heel erg op. Ja. De reclasseerder die ik op dat moment had, die zag alleen maar weerstanden op de weg. Die zei van, ja, straks wordt jouw trauma's worden aangeraakt en dan val je terug. Terwijl het voor mij eigenlijk alleen maar een ontdekking was, ja, van wie ik eigenlijk zelf was en waarom ik op bepaalde manieren reageerde en ja, waar mijn gedragingen eigenlijk lagen. 4,5 jaar heb ik gewerkt als vrijwilliger, ook bij de kliniek waar ik heb gezeten. Ja. Daar liep de voordeur op slot en mensen die zaten in de wachtperiode. En toen zijn we daar begonnen met een nieuw project. Samen wachten heette dat project, wachten op de intake. Ja. En wij gingen die mensen dan benaderen en dan een luisterend oor bieden en zeggen, ja, de kliniek die heeft ook geen pilletje, die gaat het niet op voor je oplossen. Dus je zult ook echt ander gedrag moeten gaan aanmeten. Ja. Wil je verandering brengen in je leven? Ik heb gewoon 4,5 jaar gewerkt als vrijwilliger. En ik wou ook geen baan. Ik heb wel 20 keer een baan aangeboden gekregen. Maar ik heb het gewoon afgehouden. Omdat ik vond dat mijn eigen herstel op nummer 1 stond. En ja, dat ik daar aandacht voor moest hebben. Ik ben in die periode ben ik mezelf wel gaan opleiden. Ik heb ook een reguliere opleiding gehad. MBO-opleiding met ervaringsdeskundigheid. Maar ik heb ook heel veel cursussen gevolgd. En zelfontwikkelingscursussen. Dus hoe het allemaal bij mij er eigenlijk aan toe ging. En dat had ik ook gewoon nodig om verder te komen. Maar wat bracht jou dat? Ja, inzichten in mezelf. En daardoor kon ik mijn gedrag veranderen. Ja. En dat had ik ook gewoon nodig. Want alleen het clean blijven, het detoxen, zeg maar, dat was voor mij niet genoeg. Ja. Nee, er zat natuurlijk ook 23 jaar aan verslavingsgedrag onder. Mm-hmm. En er zaten natuurlijk ook de weerstanden en overtuigingen van mezelf, die ik in mijn jeugd op traumatische wijze heb ontwikkeld. Ja. Dus als je dat niet weet van jezelf, dat je denkt dat dat normaal is, ja, dan sta je natuurlijk heel raar in de wereld. En dat heb ik mogen ontdekken met het ervaringswerk. Ik wil niet zeggen dat alles nu op is gelost hoor. Want ik ben 13 jaar verder. Ik blijf mezelf natuurlijk wel persoonlijk ontwikkelen. Ik ben nog steeds clean. Ik ben 13 jaar verder. Maar ik heb wel... Ik zie nog wel bepaalde conditioneringen of overtuigingen in mezelf. Mm-hmm. Wat nog steeds uit mijn verleden komt, uit mijn jeugd komt, uit mijn verslavingsperiode komt. En daar ben ik mezelf nu heel bewust van. Omdat ik elke dag met mijn gedrag ook werk, maar ook met andere ervaringswerkers. Ja. Maar dat levert het mij elke dag op, zeg maar. Ja. Dus bijzonder. Het is veel meer als een baan, zeg maar. Ja. Ja, in 2017 kregen we eigenlijk de kans om vrijwilligers in te zetten bij de reclassering. Dat was een nieuw voorstel, eigenlijk een landelijk voorstel. Mm-hmm. Er zijn toen ook 12 projecten gestart bij de reclassering. 12 pilots eigenlijk. Yeah. En de reden, mijn project, dat was een van de pilots van de verslavingsreclassering, zeg maar. En het mooie aan dit project is, het waren geen gewone vrijwilligers. Het waren vrijwilligers met ervaring, zeg maar. Met zelf cliëntervaring. Oh, ja. Dus juist die cliëntervaring, dat zorgt ervoor dat wij de mensen waar we mee werken, onze doelgroepen, dat we die beter kunnen begrijpen, zien en horen. Maar het wil niet zeggen dat dat
gelijk altijd evenhandig is. Mm-hmm. Hè? Want je hebt het wel tegenover een gevestigde orde die heel erg denkt vanuit politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ja. Dus eigenlijk ook constant bezig is, zeg maar, met het controleren van processen. Ja. En daar gaat herstel niet over. Ja. Het gaat niet over controleren van processen. Nee, het gaat over aansluiten van mens tot mens, naast elkaar staan en samen wegen zoeken om het pad van herstel beter te maken. Daar lopen we dus, denk ik, op landelijk niveau wel een beetje tegenaan. Hè? Mm-hmm. Dat het bij moet dragen aan recidieven. Yeah. Kijk, we kunnen zeggen, een ervaringsvrijwilliger die draagt bij aan het herstel van onze doelgroep, van onze cliënten. Yeah. Daarmee draag je automatisch bij aan het terugdringen van recidieven. Maar dat is nog niet uitgesproken, zeg maar. Dat kun je ook niet onderzoeken. Hoe kun je dat onderzoeken of dat bijdraagt aan recidieven? Dat is bijna nog niet te doen. Nee, dat kun je niet meten. Nee. We kunnen wel meten dat het ondersteuningscontact, hè, mm-hmm. wat wij hebben. Dus we hebben geen functie tot begeleiding of advisering of toezicht. Nee, we hebben echt de taak om te ondersteunen in het herstelproces. Mm-hmm. En dat kunnen we wel meten. En er gaat een cliënt die eigenlijk ondersteund werd door een vrijwilliger. Mm-hmm. Die cliënt die had last van epileptische aanvallen. Mm-hmm. Daarvoor moest hij ook spuiten. En in die spuiten zat er een stofje in, waardoor waardes verhoogde op zijn UC-uitslagen. Ja. Elke week had hij een gesprek met de reclassering. En elke week ging het gesprek eigenlijk over de uitslagen. Die verhoogd waren op zijn waardes. En dan moest de cliënt die moest zichzelf elke week gaan verdedigen bij de reclassering waarom die waardes zo hoog waren. En dat vond hij heel moeilijk. Dus de cliënt die raakte in de weerstand. En die zei op een gegeven moment van laat dat hele reclasseringscontact maar. Stuur mij maar terug naar de gevangenis voor een tul. Andere collega's hebben hem benaderd en was ook daar agressief tegen. Dus verbaal kon je het gewoon niet verwoorden mm-hmm. wat nodig was tegenover de reclasseerder. De desbetreffende vrijwilliger die hoorde dat op de gang, het schreeuwen van zijn cliënt. En hij dacht van, hè, vreemd, ik ken hem helemaal niet zo. Zo doet hij nooit tegen mij. Dus toen is hij in gesprek gegaan met de cliënt daarover. Uh-huh. En die legde dat uit. Van ik heb elke week dat gesprek met die reclasseerder. En elke week zijn mijn waardes te hoog. En dit en dat. Maar ik doe helemaal niks. En toen zijn ze er eigenlijk samen achter gekomen. Dat waarschijnlijk ook wel eens kan komen door dat spuitje wat hij elke week krijgt. Voor die epileptische aanvallen. Yeah. Toen zijn ze samen naar de dokter gestapt. Uh-huh. Om die stofjes, wat er in die spuit zit, boven water te krijgen. En of dat invloed had op zijn UC-uitslagen. En dat bleek dus zo te zijn. Dus die vrijwilliger die heeft een brug geslagen tussen de dokter, cliënt en de reclasseerder. Waardoor uiteindelijk het contact nu wel goed loopt. Mm-hmm. Ze dus anders insteken, dus anders kijken naar de waarden. Yeah. En kunnen aantonen dat inderdaad de cliënt helemaal niks gebruikt. Dat hij gewoon keurig netjes te clean is. Nee. Daardoor is het trouwen weer teruggekomen. Ook bij de cliënt en het gesprek met de reclasseerder. Ja. En eigenlijk lopen die gesprekken heel goed. Ja, dat is dus de brug die de vrijwilliger kan slaan. Ja, absoluut. Kijk, het kan natuurlijk wel gebeuren, maar ik ben van mening op het moment dat een vrijwilliger goed wordt aangestuurd door een coach die daarboven zit, die dat traject goed begeleidt, dat de vrijwilliger wel degelijk weet wat zijn taak en zijn rol daarin is. Ja. En zijn taak en zijn rol is ondersteunen in het herstelproces. Dus dat houdt ook in. We gaan geen adviezen geven over behandelingen. Mm-hmm. We gaan geen adviezen geven over toezichten. Ja. Of
of overlopende contacten met reclassering. Wat we wel doen, is eigenlijk helpen verwoorden wat de cliënt zegt en wat hij denkt, richting de hulpverlening. Want zo'n cliënt, die is natuurlijk niet 4,5 jaar getraind in zijn communicatie. Nee. Ja, komt vaak uit een hele andere hoek. Die kijkt er heel anders tegenaan. Dus ook, die heeft vaak ook een hele andere bewoording in zijn mond. Waardoor miscommunicatie op gang kan komen. Ja. Een hele andere referentiekaders. Ja. En dan kan die vrijwilliger, die kan dat veel beter begrijpen. Omdat hij zelf ooit in dat proces heeft gestaan. Dat is ook een hele goede vraag die je eigenlijk stelt. Hè? Elke vrijwilliger die heeft een aantal cliënten onder zich. Mm-hmm. En die worden besproken bij de coach in de vergadering. Ja. Al die cliënten worden daarin besproken. Ja. Mocht het nou zijn dat die cliënt bijzondere voorwaarden overtreedt. Mm-hmm. Of hij doet iets wat niet door de beugel kan. Dus echt een delict pleegt. Delicten heb je als vrijwilliger eigenlijk hetzelfde als met gewone burgers. Mm-hmm. Je hebt gewoon een burgerplicht daarin. Mm. En daar heb je dus wel degelijk een meldingsplicht op. De vrijwilliger die wordt ook getraind in die meldingsplichten die hij dus heeft. Daarnaast, de vrijwilliger die werkt voor de reclassering. Mm-hmm. Er wordt aan het begin altijd van een contact wordt er een toestemmingsverklaring gevraagd om dus informatie te kunnen uitwisselen met de reclasseerder. Okay. Als dat gebeurt, dan is het aan de reclasseerder om te vertellen tegen de vrijwilliger welke bijzondere voorwaarden die heeft. Op het moment dat de bijzondere voorwaarden wordt overtreden, mm-hmm. dan gaat die gaat eerst in gesprek met de doelgroep, met de cliënt. En die zegt, ik leg nu eigenlijk verantwoordelijkheid bij mij neer. Ja. Die niet bij mij thuis hoort, hè, die bij jou hoort. Ik wil dat je dat gaat melden tegen je reclasseerder. Ja. Want anders leg je die verantwoordelijkheid bij mij neer. Mm-hmm. En dan spreek je een termijn in en af wanneer die dat gaat doen. Maar eerst, de regie die gaat eerst altijd naar de doelgroep toe. En de afspraak is dat ze daar dan een week de tijd voor krijgen om dat te melden. Okay, yeah. Nou ja, kijk, verslaving is gedrag. Laten we daar eerlijk over zijn. Delictgedrag is gewoon gedrag. Yeah. En als jij kind bij het aanspreken op mensen zijn gedrag, mm-hmm. dan zal er ook niks veranderen. Ja. Dus een ervaringswerker die kan het misschien wel begrijpen waarom die het heeft gedaan en dat soort dingen. Ja. Maar die ziet ook wel dat die gedragsverandering, dat wel nodig is. En dat dat wel van toepassing moet zijn. Dus de verantwoordelijkheid kan daarin nooit liggen bij de vrijwilliger. Nee. Die ligt bij de cliënt. The other conversation I had was with Jules. I also spoke with Jules. Jules is experiential peer and project leader at mental health care organization The Hope, which is a Dutch translation of The Hope. Ik ben Jules, 51 jaar, werkzaam bij De Hoop GGZ. En ik doe hier meerdere dingen. Ik geef leiding aan een interne opleidingsschool voor ervaringsdeskundigheid. Ik hou me bezig met sportactiviteiten, sociaal-maatschappelijke sportactiviteiten zetten we in als middel. Ik hou me bezig met ervaringswerker in de wijk. Ik hou me bezig met reclassering. Ervaringsdeskundigen worden ingezet bij de reclassering. En daarnaast heb ik nog Bye Bye Bias opgezet. En Bye Bye Bias is eigenlijk een orgaan binnen De Hoop die uit ervaringsdeskundigen, vrouwelijke en mannelijke ervaringsdeskundigen, die eigenlijk gevangenisbezoeken doet. Omdat wij hebben ook 10 artikelbedden. Dus wij bezoeken de mensen die hier op artikel binnenkomen. En daarnaast kom ik in allerlei gevangenissen, TBS-kliniek, het hele forensische veld, tot en met het Pieter Baan Centrum. Waar ik jongens opzoek, begeleid, ondersteun. En ik word per 1 augustus kom ik in dienst
bij PJ Dordrecht. Gefeliciteerd. Als ex-gedetineerde. Ik heb mijn laatste straf daar 12 jaar geleden uitgezeten. Oh. En 12 jaar later kom ik daar op de loonlijst. Dus dat is nogal revolutionair. Ja, ik kom niet als ervaringsdeskundige binnen. Ik kom als case manager binnen. Mm-hmm. Met specifieke taken. Dus ik heb 2 grote opdrachten. Dat is deskundigheidsbevordering voor het personeel. En om te kijken, de jongens die wat langer al zitten, om hun ook richting ervaringsdeskundigheid te krijgen. Ga ik naar binnen, ga ik met personeelsleden spreken, met allerlei afdelingshoofden. Om te kijken hoe we de cultuuromslag kunnen maken. Want de directeuren hebben gezegd, ja, ze willen een mensherstelgerichte benadering. Maar ik kom al langer in de PI. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd, ja, ik ben een soort van kind aan huis. Dus ja. En ik vind het gewoon heerlijk. Nou, ik was 2009 was ik hier opgenomen bij de Hoop. En in 2010 is er een verdrag van Maastricht getekend. Dat door 16 GGZ-directeuren werden getekend dat er met meer ervaringsdeskundigen in het werkveld gewerkt moest worden. Mm-hmm. Omdat je hebt natuurlijk de 2 bestaande kennisdomeinen. Dat is de professie en de wetenschap. En ze wilden er nog een derde eraan toevoegen. Ervaringskennis. Ja. Dus ja, dat was voor mij 2010. En 2011 kwam dat project naar de Hoop. Mm-hmm. En daar was ik de eerste van. Oh. Ik voldeed niet aan de voorwaarden of de eisen die werden gesteld. Maar ja, de Hoop zag wel dat ik potentie had. En dat heeft geresulteerd in dat ik op vele afdelingen heb mee mogen lopen. Een stageplek. Ik ben nog een tijdje uitgevlogen naar een andere locatie. De school opgezet. Nou mijn eigen afdeling hier heb. Met alles erop en eraan wat ik net benoemde. Dat heeft ook wel een beetje te maken wie ik natuurlijk vroeger was. Mm-hmm. Ik ben best wel een baasje geweest. Dus ja, er kwamen altijd wel mensen op mijn pad die ik een beetje adviseerde of dingen hielp met een aantal zaken. Niet altijd de juiste zaken. Maar als ik gewoon van huis uit kijk, mijn vader is maatschappelijk werker, mijn moeder verpleegkundige. Dus dat, die zorgkant zit gewoon in mij. Dus ik denk dat ik het vanuit huis uit wel heb meegekregen. Mm-hmm. Alleen ik deed er niet zoveel mee. Ja, en toen ik met ervaringsdeskundigheid in aanraking kwam, toen wist ik van, ja, dit is wel leuk. Weet je wel, dit is wel leuk. Mm-hmm. En we de bye-bye-bye's opzetten. Dat was ook wel leuk. Maar toen brandde ik nog niet. Ja. Van verlangen. Totdat ik een gevangenisgesprek mocht doen in Hoogvliet. Mm-hmm. Maar dat mocht ik op de afdeling doen. Ja, dat vond ik wel spannend. Ik dacht, hey, weer terug naar de afdeling. Ja. Want je ging dan op ambtelijke bezoek ging ik dan naar binnen. Mm-hmm. En toen vroeg de gedetineerde, hey, aan zijn mentor, hey, mag ik Jules mijn foto's van mijn kinderen laten zien? Je weet, de gedetineerden vinden dat leuk, dat ze even een inkijkje krijgen. Mm-hmm. En dat mocht. Maar wat er toen gebeurde, toen moest iedereen naar het werk, dus alle celdeuren gingen open. Dus ik stond midden ten opzichte van al die gedetineerden. En die kwamen op me af, hey, wie ben je nieuw, dit, dat. Ik zei, nee, ik ben ervaringswerken. Ja. Maar wat ik toen voelde, ja, dat kan ik me geen pen beschrijven. Toen wist ik, hey, dit moet ik doen. Ik ben hiervoor gemaakt. Ik heb 7 keer gezeten voor geweldsdelicten. Dus ja, ik ben best wel wat jaartjes kwijt. Maar ik weet hoe dat spelletje gespeeld wordt. Mm-hmm. En ik voelde me als een vis in het water. Dus toen wist ik, ja, weet je, hier ben ik voor geroepen, man. En toen ben ik binnen de Hoop gekomen. Ik zeg, hey, ik wil toch anders. En toen kwam Dort op mijn pad weer. En ja. Toen zijn we met Dort, zijn we in 2017 zijn we begonnen met spreekuur houden. Toen is Krimpen erbij gekomen. Daar deden we ook sport, groepsgesprekken. Interventies plegen tussen blauw en de gedetineerden, zeg maar. Mm-hmm. Ja, vrouwgevangenis nog kwam. Er is een UEFA-filmpje van me gemaakt voor als rolmodel. Ja. Dus ja, er zijn zo'n aantal dingetjes gebeurd in mijn leven, waardoor ik steeds meer bevestigd werd van, hé,
jij moet naar de justitiekant. Ja. Dus eerst jouw zwakte was, ja, heb ik om weten te zetten in mijn kracht, zeg maar. Ja, de grootste drijfveer was, we gingen kijken, want hoe hebben we Bible Myers opgezet? Ja, wat had er nou anders geweest als iemand nou was langsgekomen? Mm-hmm. Waren we dan eerder tot inzicht gekomen? Ja, ik denk van wel. Zo hebben wij dat project eigenlijk geïnitieerd. Oh, van hé, hey, maar wacht eens even. Als wij als één op één gesprekken voeren, misschien kunnen we iets kantelen, hè? Mm-hmm. In ieder geval een stukje bewustwording en een stukje inzicht geven. Yeah. Want ik als ervaringswerker wil niet zoveel van de ander, mm-hmm. maar ik stel wel heel veel vragen. Yeah. Om juist die bewustwordingsproces en dat denkproces op gang te helpen. Ja, ik werk vanuit de drie B's, de bruggenbouwer, de bondgenoot en de belangenbehartiger. En ik ben ook een beetje de luis in de pels, want ik stel ook heel veel kritische vragen. Nou, dat hoor je mij niet zeggen. Ik denk dat ik makkelijker aansluit. Dus eerder een baken van hoop ben. Dat is mijn passieve bijdrage. Mm-hmm. En die actieve bijdrage zit er natuurlijk in. Je hebt gedeelde ervaringen. Ja. Snap je? Als zij mij vertellen hoe het is om hun vrouw of hun kind te missen, dan kan ik dat onderschrijven. Dan voel ik dat mee. En ja. Ja, dat maakt natuurlijk dat je makkelijker die klik hebt. Ja. Ja, had ik mijn traject alleen maar met ervaringsdeskundigen, had het mij dan geholpen, dan zeg ik nee. Mm-hmm. Ik had mijn klinisch psycholoog had ik ook gewoon nodig. Ja. Dus je moet uitkijken dat je niet als ervaringsdeskundige je boven de anderen gaat verheven. Ja. Nee, het is juist die drie componenten, mm-hmm. dat maakt het sterk. Ja. En iedereen heeft zijn eigen expertise daarin. Ja. Maar het is een dans die we samen doen. Ja, dat heeft ook te maken van hoe staat de organisatie er zelf in, hè? En hoe staat de directie erin. En mm-hmm. ja, ervaringsdeskundigheid is natuurlijk een mooi containerbegrip. Hè? Ja. Maar waar ben je nou ervaringsdeskundig in? Ja. En hoe wil je die ervaringsdeskundige nou inzetten? En waarvoor... Ja, wil je hem dan ook inzetten, weet je? En vaak zie je, oké, er komt iets nieuws. Hè? Mm-hmm. De GGZ-directeuren hebben dan een verdrag getekend, maar ze hebben er nog niet eens goed over nagedacht. Nee. Dat is natuurlijk ook door de hectiek van de dag, hè? Mm-hmm. Dus dat snap ik ook wel. Dat is hier ook niet anders geweest. Mm-hmm. Maar wij hebben wel de wind van de directie mee. Ja. Ja, en dat moet het nog naar alle lagen uitgesmeerd worden. Ja, en dat kost tijd. Ja, ik werk vanuit de drie B's, de bruggenbouwer, de bondgenoot en de belangenbehartiger. En ik ben ook een beetje de luis in de pels, want ik stel ook heel veel kritische vragen. Ik ben een ervaringsdeskundige, ik wil niet zoveel van jou. Nee. Ik stel gewoon de vragen, want ik werk aan het stukje bewustwordingsproces. Mm-hmm. Er zijn heel veel gedetineerden die bij mij wegblijven. Yeah. En waarom blijven ze weg? Omdat zij niet willen veranderen. Oh ja. Snap je? Dus dat is ook dat is de andere kant. Ja. Er zit, ervaringsdeskundigheid is tweeledig. Hè? Ja. De ene groep ziet je graag komen. En de andere die wil bij je wegblijven. Want ja, je prikt er doorheen. Ja. Want hoe vaak willen wij dat zij op een bepaalde manier veranderen. En ook nog in een bepaalde tijd. Ja. Maar iedereen heeft zijn eigen tijdslijn. Maar dan moet je ook op een bepaalde manier als ervaringswerker, moet je daar ook mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Daarom zeg ik stel mijn eigen bedonderbaar op, joh. Doe maar. Yeah. Wil je liegen, lieg maar. Wil je me bedonderen, bedonder me maar, joh. Heb je mij niet mee. De reguliere hulpverlening, die werkt lineair. Van A naar B. Mm-hmm. Maar ik werk circulair. Dus gaat het ergens fout, ga ik weer terug. En dan loop ik weer op. Gaat het fout, loop ik weer terug mee. Ik heb de tijd, hoor. En daar zit natuurlijk ook weer het verschil. Mm-hmm. Maar iedereen heeft zo zijn specialisme ook, hè? Mm-hmm. En specialisme als in... van... Nou ja, hoe bedoel nou ja, wat wat je belangrijk vindt in een traject. Ja. Ik vind belangrijk in een traject behandeling. Ja.
dat vindt niet iedereen belangrijk. Ja. Velen zitten ook op recidivevermindering. Mm-hmm. En je moet geen misbedrijf meer plegen. Maar ik vind de psyche en de hele psychologie erachter, mm-hmm. dat vind ik interessant. Ja. Ik heb alles gehad, tot en met koophuis en al, en mm-hmm. toch ging het mis. Ja. Weet je, dus ja, mij zegt het niet dat iemand een huis heeft, of dat hij een wederhelft heeft, of dat hij veel geld heeft, en toch kan het misgaan. Ja. En dan vind ik belangrijk, waarom gaat het dan mis? Of waarom gebruikt iemand? Ja, en dat zit allemaal in het hoofd. Ja, nou, en alles wat in het hoofd zit, vind ik leuk. Ja. Let's talk about the prospects. The people I spoke with see that especially the interest in more recovery-oriented approach is really increasing. Experiential peer support is a way to put this into practice. What I discovered during my conversations is that the politics are really sensitive for the effectiveness of an approach in which harsh results are shown. However, this is difficult to measure in practice. I think this is not where they should focus on, and maybe the effect will only present themselves after several years, and we should just focus on the experiences that are taking place nowadays in practice and on the people themselves instead of on the hard effects of recidivism. Thank you for listening, and I hope you've all enjoyed this contribution.